dit toegevoegd aan het spel? Luc, ik ga het gewoon 3 keer doen. Dit is zo goed. Ik ga gewoon 3 keer naar die deur kijken. Is there any way to get around it? Doesn't look like it. On foot, maybe. Can't really afford to do that now. This seems like a safe area. All this brush will stop anything from creeping up on us. And I'd like everyone out of the RV except her. I don't want folks trapped in there with her. Why don't you and I go look around? Yeah, everyone else relax. Clint, stay close to Kenny and Kat, okay? Lee, if you come across anything to drink, if there's a dining car or something, I think Doc's a bit dehydrated. It's a freighter, hon. Be careful in there. What? You think there might be something dangerous inside an abandoned locomotive? Hadn't crossed my mind. Altijd spannend. We gaan gewoon heel relaxed die deur openen. Hoppakee. Knal hem maar open, Lee. In 3, 2, 1 en here we go. En er is niks. Didn't saw that one coming. Whoa. Somebody's been living in here. Yeah, man. Shit, think they're gone? I hope so. But this looks recently used. Be on the lookout and have your guard up. Oh, jeetje mineetje. I'll take this to Katja for Doc. Maar niet nu. Die Doc die houdt het wel vol. Doc. Wat is dit nou? Nog een door. Of ben ik nu weer aan de goede kant, zeg maar. Nou, ik ga er gewoon weer naar binnen. Dikke lul, ik heb geen zin om naar die Doc te gaan. Clipboard. Wat? Waar ben ik? Ik kan kijken waar ik ben op de map, hoor. The map of where the train goes. I think these tracks might lead to the coast. Route 27, Savannah. That's where Kenny's got us headed. Dat is wel even ideaal. Huh? Oh ja, ik ben wel aan de andere kant. Ik dacht al. Looks like it'll get that pin out. Ah, kijk eens. Shit, broken. Dan deze. There's gotta be a better way to do this. Die is kapot, die kan niet. En hier kunnen we niet verder lopen. Oké, duidelijk. Oké, ik zit te kijken en te kijken. Oké. Nou, dan kunnen we deze kant nog op, toch? Zoals in elk andere spel. Dan... Oh, het is daar al heel gauw op, ja. Ik kan niet... Wat? Ik kan... Oh, ik kan hier verder lopen. Ik kan hier niks pakken, dus wij gaan door naar de volgende kast. Welkom, dames en heren, bij... Wat komt er uit de kast? Komt hier Gerard Joling of een zombie? En het is weer niks. Aan weerszijden hebben we wapens. Die nemen we mee. Aan de andere kant hebben we er weer een. Die nemen we ook mee. Oh. Ik kan er maar 1 meenemen. De spike remover. Spike remover lijkt me best in verband met, ja, Spike. Het is zo makkelijk. Aha. Oh, hij knikt gewoon nee voor ons en hij doet de deur weer dicht. Nou, dat kan ook, hè. Dan geef je me geen keus. Dan doen we nog even deze. Hij kijkt en hij knikt waarschijnlijk weer. Hij knikt geen nee, hij doet gewoon de deur dicht. Man, nee, deze keer heeft hij schijt. Deze keer deed hij gewoon de deur dicht. Shit. We got one. Walker, sitting in the chair. We got him. Go het Eagle shirt aan. Sla hem op z'n bakkes. Ja. Oh, die is dus al vermoord. Ja. Er is al iemand geweest, maar wie? I don't think this guy came back. Christ. That light is blinking. Push it. Push it? No. Are you fucking serious? Here, look. It's just the brakes. Okay, I'll give you that one. This fucker works? Seems like it. I'll be damned. How the hell do we get it moving? I don't know. That's Mr. Amtrak over here. No clue. We found this in the boxcar back there. Whoa, is this what it looks like? I think so. This hoss will take us right to Savannah. 100 tons of steel. Put 1,000 walkers between us and the ocean, and we don't have to give a shit. I can't believe it. What about Doc? What about him? We can't act like nothing happened to him. We can't act like he's dead either. Okay, fair enough. Try to get this thing started. There's got to be some sort of manual or something. I don't know about that. That's the spirit. Ben, if you could keep an eye on the girls and Duck, I'd appreciate it. I'm gonna make sense of these controls. Wel vet, als we een treintje gaan bereiden. Man, this could be exactly what we need. Het zou wel gruwelijk zijn, het zou wel gruwelijk zijn, het zou wel gruwelijk. Bunch of maps about Georgia's cities, nothing about the train. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Damn, pages are gone. I can kind of see the indentations from the writing. Ik zie helemaal niks. We got a problem. What? We still got the rest of the train attached to us back there. Shit. I tried to yank the pin out, but it won't budge. Well, we ain't going anywhere until it does. I have no idea what to do with these. Oké, dat is duidelijk. Dan gaan we naar de pin. Dan doen we eerst even de pin. Waarschijnlijk worden we dan op onze bakkers gemet. Kan je echt geheid zeggen dat er dan plotseling die moordenaar van deze trein op ons afkomt. Kijk, wij gaan daarheen. Oké, volgens mij was het die kant. Ik geloof het hoor, ik weet het echt niet zeker. I can definitely pry this thing free, if I can break it loose first. No. It's stuck. We need a bunch of force to break away all this rust and whatnot before I can pry anything free. Oké. Waarom neem je ook niet gewoon alle wapens mee, dingen die je kan vinden? Nee hoor, maar meneer die wil het allemaal 1 voor 1 doen. Ik zweer het je. Helemaal in zo'n zombie-apocalyptische sfeer waar je haast moet hebben in verband met alle creepers, de walkers, de verzinnen, hoe je ze noemt. Dan moet je gewoon opschieten met je domme hasses. Ik vind ook nergens op slaan hoe chill die dit allemaal aan het doen is hier. Kijk, en dan even cool. Monkey Ranch. Ik bedoel, daarmee kan ik toch wel iets bereiken. Ik hoef jullie niet uit te leggen dat ik nooit echt op school een goed cijfer had voor de techniek. Daar gaan we nu weer achter komen dat ik echt een drama ben. Ik ben echt gewoon iemand... Een spijker in de muur, dat betekent slaan. Maakt niet uit of mee is slaat, maar betekent slaan. Net als dit ding kapot maken, de trein, dat betekent slaan. Maakt niet uit of mee slaat, maar slaan. En als je hem niet kapot krijgt, dan je bent de lul, dan ben je gewoon de lul. Dan kan je gaan huilen in een hoekje en iets verzinnen wat je maar gaat doen. Kom al, poging 2. It's stuck. We need a bunch of force to break away all this rust and whatnot before I can pry anything free. Een bunch. Ja, maar waar haal ik een bunch vandaan? Waar haal ik een bunch of force, dus een stapel kracht vandaan, in godsnaam? Hang er dan een briefje bij. Hé, hey, Jezus Christus, man. Ben jij op zoek naar hier en hier naar? Nou, kom langs. Kijk, hier vinden we helemaal niks. Oh, that's one hell of a mess. Here, found some water. Oh, thank you. Perfect. He's allergic to bees. Is that right? That's all I can keep thinking about. Like, somehow that matters. It doesn't. I know. Well, I don't. But you're probably right. We found a notebook that we think might have had some starter directions on it, but the page is missing. Well, I'm sure you guys will figure it out. Hey, Clem. What are you going to do with Lily? Punish her somehow. She did a terrible thing. She killed him. Yeah, it's horrible. Ik heb een idee wat ze kan gaan zeggen binnenkort. Oh, niet nu? Oh, ik had echt zo'n idee van... Zij gaat gewoon nu zeggen... Ja, maar jij hebt ook iemand vermoord, weet je wel? Een klein kutkind. Oh, wacht even, ik heb een beter idee. We gaan gewoon naar haar toe. Misschien heeft zij wel een idee. Kom op, Lily. Help me out. Hey, Lily. Lily. I'm sitting here tied up like an animal while you guys decide what to do with me. It's not like that. Then what's it like? Oké, daar hebben we dus vrij weinig aan. Maar nee. Ik wou de look-up console. Look at console, er was iets. Ik kon... Nee, wat? Wat is dit? Wat is... Look at RV door. Wie heeft dit toegevoegd aan het spel? Look, ik ga het gewoon 3 keer doen. Dit is zo goed. Ik ga gewoon 3 keer naar die deur kijken. Ja, dat is echt gewoon een stagiair die heeft meegeholpen aan het spel. En die had wat tijd te veel. Die dacht bij zichzelf, weet je, fuck it wat ik ga doen. Ik ga gewoon dit doen. Oh jee. I could have killed you. I had you while you were rummaging around in the front there. I know you did what you did for a reason, and part of me understands. But the other part sees you with your back turned to me and knows I could have killed you. I need to go. Oh! Oh! Holy shit! She's stealing the RV! Lily! Come back here, you crazy bitch! Fuck! Stop! Holy fuck! Nou! We're fucked. Yeah, we are. Morgen om 2 uur de nieuwe Walking Dead aflevering. Klik hier in beeld om terug te gaan naar de vorige aflevering. Of klik hier om door te gaan naar de volgende aflevering. Wil je op de hoogte blijven van alle Walking Dead afleveringen van Bardo? Abonneer dan hier beneden om op de hoogte te blijven met BanjoTown. Nogmaals, abonneer! Ja, leuk!